Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog, maar helaas vanuit Nederland. Ja, we hebben genoten op vakantie, maar helaas komt er aan alles een eind. Maar het mag het pret niet drukken. Hopelijk komen er nog mooie dagen hier in Nederland aan. Want toen we aankwamen in Nederland, was het direct vies weer, regen, hoofdpijn, deprimerend. Dus we hopen op een mooie zomer. Ik heb zojuist een pakketje binnengekregen van Live Fast Die Young. Daar heb ik trouwens ook een trui van aan. Daar heb ik laatst ook een pakketje van gekregen. Toffe items. Dus we gaan die pakket direct openen. Ik heb trouwens een nieuwe vlogcamera, mocht je verschil merken in kwaliteit van deze opnames. Ik gebruik nu deze vlogcamera. Het is nog wennen voor mij, ik weet nog niet precies hoe alles werkt. Dus alvast mijn excuses daarvoor. Mocht ik bepaalde dingen anders doen, niet goed doen. Kijk wat ze allemaal hebben verstuurd. Ik zie het alweer. Toffe dingen, toffe dingen. Ik ga het even neerzetten, de camera. Laat ik het jullie weer één voor één zien. Dit is trouwens van een nieuwe collectie, genaamd Kids with Dreams. Mocht je wat willen scoren, check het dan. Ga even snel doorheen. Beige oversized shirt. Goede kwaliteit, dikke stof. Met een subtiele logootje hier. Dat is het eerste item. Dit is het volgende item. Lekkere warme hoodie. Even kijken. Dit vind ik een van mijn favoriete items die ik heb gescoord. Ook een oversized t-shirt. Kijk hier. Gruwelijk. Dat is die voorkant. Achterkant, Live Fast, Kids with Dreams. Ja man, deze is gruwelijk. Het volgende item is volgens mij een short. Dus moet ik twee shorts. Eén grijze, dat is deze. Voor die noncha look. En één zwarte. Even kijken. Dit is die zwarte. Zijkant knoopjes. Ook heel tof. Beetje oversized fit. Sokken, wat natuurlijk niet mag missen. En toffe slippers. Kijk hier. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik het combineer, allemaal Insta in de gaten. En dan ga ik outfit foto's mee maken. Tof hè? Mijn man is juist ook binnengekomen. Heeft wat lekkers eten gehaald, niet gezond. Dus ik ga het niet laten zien. Want, als ik het even laat zien, is niet goed. We zijn juist goed bezig met trainen. Dus ik moet het eigenlijk vermijden, maar verleiding was te groot. Maar even over de items, mocht ze willen scoren, check de link in de beschrijving. Live Fast Die Young voor de nieuwe collectie Kids with Dreams. Even onze dochters opgehaald met mijn zus. Ze waren daar aan het spelen. En papa heeft een cadeautje voor jullie beiden. Kom, ja? Juna ook even komen. Ik wil je. Ja, chef in de kast stoppen. Ik wil je ding wat ik heel mooi vind. Ja, het is iets wat je heel mooi vindt. Maar eerst je jas in de kast stoppen. Kijk hier. Anders krijg je geen cadeautje hier. Zet je jas in de kast. Kijk eens. Nee, ze moet eerst jas in de kast doen. Kom maar. Stop het maar in de kast. Hey. Ga maar snel. Kijk eens, deze is voor Joentje. Joentje, kijk, deze voor jou. Deze voor jou. En deze voor Nela. Ga maar openmaken. Niet de camera, hier, dit is jouw cadeau. Hier, openmaken. Ja. Mooi! Ja, vind je mooi? Zijn jullie weer verwend door papa en mama, hè? Heeft papa mooi uitgekozen? Andere schoenen. Ja, weer andere, hè? Laat maar zien. Mag mama die ook? Doentje ook openmaken? Nee. Kijk hier. Ja. Doentje, ga maar zitten. Kijk, Doentje, kijk. Kijk hier, kijk hier. Kijk, 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 kijk. Hier. Kijk, ik pas hem. Oh. Ik pas hem. Ja,
lijkt wel een beetje groot, maar net te klein. Laat zien, Nela. Zo, wel mooi. Maar net iets te klein. Ja. Moeten we ruilen dan, hè? Ja. Voor allebei net iets te klein. Voor Juna ook. En voor jou ook iets te klein. Ze blijft op toer. Maar ik kan zo met deze schoenen lopen. Ja, maar dan gaat het pijn doen. Maar dan heb ik er niet pijn. Nee, bij je tenen niet. Nee. Lekker geslapen? Ja, hè? Juntje ook. Want Juntje is vandaag 1 jaar geworden. 1 jaar geworden. Ja, een taart. Ja. Wij hebben daar een rainbow taart. Ja. Lekkere rainbow taart. Voor Juna en eentje voor papa. Hè? Ja. Eerst gaan we even ontbijt maken. Ook van mij. Ja, voor ons samen. Hè? Nu gaan we even goed ontbijten. Even Griekse yoghurt met granola en aardbeien en kiwis. En daar zijn we weer, de volgende dag, want we hebben gisteren niet verder gefilmd. Ik kreeg visite, ik ben gastheer, alles klaargelegd, geholpen, noem maar op. Dus we hadden geen tijd om te filmen, maar Juna is blij, hè? Juna, ja. Vertellen. Ja, kom dan, kom vertellen. Ja, Juna. Juna was gisteren 1 geworden, hè? Ja. Moet je even je mondje vegen zometeen. Ik heb nog een taartje. Ja, ik heb ook nog een taartje. Nog een paar stukjes hebben we over, hè? Gaan we zo meteen eten? Ga nu eerst richting Amsterdam. Ga even wandelen, het is mooi weer. Met Sini en Leila, die komen daar ook naartoe inderdaad. Ga even samen lunchen. Ga even wandelen, want het is mooi weer, moeten we genieten toch? En papa is ook nog verrast. Want gisteren was het eigenlijk een klein feest voor Juna. Of klein feestje, feestje wil ik het niet noemen. Ouders van, ja, Jenee was er. Zussen van Manon, ouders waren er. Een paar vrienden die wat cadeaus wilden brengen. Niet echt een feest, maar het was voor Juna. Maar omdat ik over 3 dagen, 3, 4 dagen 30 word, hadden ze me ook verrast. Ik had het totaal niet verwacht, want ik hecht er normaal gesproken geen waarde aan. Ik doe niet echt aan verjaardagen vieren, maar ze verrasten mij, gingen zingen, taart voor mij. En ik had ook nog wat cadeautjes gekregen, heel lief van ze. Kijk, deze outfit, wat zeg je? Hondje. Hondje, ik heb geen hondje gekregen, jij hebt een hondje gekregen. Hondje op mijn kamer. Ja, kan je straks laten zien. Deze outfit heb ik gekregen voor Rico en Gies. En toevallig heb ik van Sine en Lele ook nog de trui van gekregen. Ze hadden het niet eens afgesproken, maar ze weten wat mijn smaak is. Toffe kleur. En van Manon heb ik deze Yeezys gekregen. Gaan we direct rocken, het is mooi weer. Lekker luchtig gaan we gekleed. En ik heb het roze schoenen van jou gekregen. Ja, die heb je gekregen, hè, gisteren. Die is boven. Die is boven, maar die hebben we al laten zien. Ja. Eerder deze vlog. Ben je vergeten? Ja. Ja, dus als mama klaar voor is, ja, kunnen we gaan. Hé, Juntje? Is hij ready? En slaapmodus is aangezet, hoor. Heerlijk slapen. Hij is het dutje. Perfect onderweg. Hè? Ja, Nela reiswafel. Toch? Is hij al op? Moet je een nieuwe? Mama anders voor je pakken, ja? Hebben? Denken. We zijn er bijna. We zijn er. Kom je? Papier losmaken. Je zusje slaapt nog, hè? Ja. De mond open. Slaapt precies als mama. Juna gaat erin zitten. Foto's maken. Foto's maken, wat zeg je? Maken. Losmaken? Ja. Ja, ga ik zo losmaken. Maar jij gaat lopen. Juna gaat erin. Kom maar. Jij bent een grote meid. Gezellig, hè? En Nela? Mama, handje geven, hè? Goed vasthouden. Is er eentje toch nog wakker geworden? En zoals Nela vanochtend al zei, hebben we afgesproken met Sine en Lela om te gaan lunchen. Of niet? Ja, toch? Gaan we lekker lunchen? Ja? We zijn nu geparkeerd bij Harbour Club. We worden eigenlijk eerst bij Sushi Samba. Sushi Samba, even wat eten, maar is gesloten. Dus nu staan we hier. We hebben even snel een cadeau gehaald voor Sine. Ja, dat was 1,5 week geleden toen wij op vakantie waren, was hij jarig. Ik ga jullie direct even laten zien wat we hebben gehaald. Zelf heb ik die schoenen ook gekocht, besteld online.
maar die waren nog niet binnen. Dus hij heeft ze gewoon nog eerder dan ik zelf. Kijk hier, Adidas Crack Green. Hij gaat er blij mee zijn. Ik heb Leila natuurlijk al ondervraagd of hij het tof zou vinden. Hij vindt ze tof volgens haar. Ga jij die straks geven aan oma Sini? Oké. Okay. Dan ga ik even mama helpen. Doen of schoon, of is het al klaar? Ja, het is al klaar. Perfecte timing hoor. Dag hoor, Sini is er ook weer bij. Huh? Brate, brate. Leila ook. Gezellig. En Leila, tekenfilm kijken zoals altijd. Tekenfilm? Oh, vlog. Vlog van papa. Tekenfilm. Ja, gaan we lekker biefstukken eten. En voor alles wat. Voor alles een beetje. Van alles wat. En waar gaan we nu naartoe dan? Naar speeltuin. Dan moet je niet nog naar de wc. Dan zullen we een stukje lopen voordat we daar zijn. Met de kabelbaan, toch? Ja? Jullie zijn allebei net wakker. Slaapje gedaan in de auto. Huh? Ja, een beetje chagrijnig, hè? En nu kan je wel lachen. Gaan we even wandelen. Hier ging speeltuin. Nee, wel een pakje drinken. Lekker. Oké. Ja? Moet je wel lief zijn, hè? Anders gaan we weer naar huis. Ja, gaan jullie lief zijn? Goed zo. Zit onderin, ja. Oké, okay, dan kunnen we gaan. Let's go. Oh, even kijk daar. Let's go. Kijk daar. Ja. Wat? Dat is een vlieg. Ja, geef niet. Ja? Goed vasthouden? Dan moet je weg. Moet ik weg? Ja. Oh. Ik ben zelf schoon. Hoor je niet harder? Nee, ik ben zelf schoon. Oké. Stuk. Kijk, ze chillen dan. Ja, picknicken. Jij wil laten zien wat je hebt, hè? Helaas is de kabelbaan stuk. Ja. Ze hebben het gesloopt, hè? Deze wil jij wel doen. Ze hebben kapot gemaakt. Is niet lief, hoor. Maar we kunnen wel nog schommelen, toch? Of aan de glijbaan. Ja, hè? Jammer, joh. Zijn we weer. Een paar dagen verder, want ik was goed ziek. 10 dagen lang plat gelegen. Koorts, hoesten en omdat ik astma heb. Slaat het extra zwaar op mijn longen. Maar we zijn er weer, we leven nog. Dus we gaan weer verder vloggen. We hebben zojuist een tapijt binnengekregen. Die we even gaan neerleggen. En dan kunnen we die andere kunnen even weghalen. Het is gefixt. Het ziet er direct clean uit. Ja, andere gaan we even schoonmaken aan het tapijt. Die gaat dan richting kantoor. Kijk hier. Lekker zacht. Eén van mijn laatste ritjes in deze werkbus. We gaan even richting Grofvel. Nu het nog kan. Laatste vel wegbrengen. Tapijt naar kantoor brengen. Want we hebben mijn bus ingeruild voor een andere auto. Mijn werkbus. Het is handig. Die ruimte voor wanneer het goed uitkomt. Maar zo vaak is het niet nodig. Dus ik vond het zonde om deze werkbus te houden. Dus ik heb hem ingeruild voor een andere auto. Mocht je benieuwd zijn wat voor auto. Dat laat ik in de volgende vlog zien. Maar dan gaan we hem ophalen. Aangekomen op kantoor hoor. Met de twee dames, diva's. Hey schatje. Hey! Papa en mama even werken, hè? Hey! Ja. Zitie. We gaan de vlog ook bij deze afsluiten. Want er is werk aan de winkel. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Can I dream again? Me one more. But can I breathe again? Sinds het dan niet dat ik geleden heb. Dat ik ook al verleden heb.